24 leerlingen volgen de opleiding ter militair verpleegkundige in Ljouwert. De hele week krijgen ze een militaire training, speciaal gericht op medische zorg. Deze groep die willen we vooral interesseren in het defensievlak, vooral de geneeskundige dienst. Defensiegeneeskundige dienst is een aparte tak van zorg. Jonge groepen met leerlingen en vooral een kijkje geven in onze keuken wat wij doen en wat onze werkzaamheden zijn. De zorgkant sprak me altijd aan, maar ik wou wat meer een uitdaging en daarom heb ik voor VEVA gekozen. Ja, wat is VEVA? VEVA is veiligheid en vakmanschap en dan leer je eigenlijk voorbereidend te worden op militairheid. We mogen nog niet schieten, daarvoor zijn we te jong, want anders trainen ze kindersoldaten. Maar verder leren we wel alles over defensie en eigenlijk alle dingetjes die je al moet weten. Bij de opleiding binnen ze net verplicht om het leger in te gaan. Maar de meesten weten al waar haar takkomst leidt. Nou, ik wou sowieso eigenlijk als kind heel graag bij Defensie en het zit ook bij mij in de familie wel. En ik hoop dat ik verpleegkundige kan worden.